Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry Primal. Sorry dat ik dit al een paar maanden niet geüpload heb, maar de oertijd was zeg maar een paar duizend jaar geleden. Dus relatief is deze video nog best wel op tijd. Ik merkte gewoon dat zeg maar ja, letterlijk niemand een neuk gaf om deze serie. Ik heb denk nog nooit één comment gehad met: hey Rick, wanneer doe je weer Far Cry Primal? Tot vandaag. Ik zat te denken in mijn stoel wat ik vandaag weer ging schenken. Sinterklaas grapje. En toen deed ik zo van: hey Rick, doe eens Far Cry Primal. En toen was er dus op de hele wereld één persoon die Far Cry Primal op Serpent Gameplay wilde. Die gast zit zeg maar hier. Dus die gast, ja, je kan je fans niet teleurstellen natuurlijk. Hier nog even een korte samenvatting wat in de vorige aflevering gebeurd is. Bloed, zweet en tranen. Voornamelijk, ja, gewoon heel veel dode mensen. Brofist, knotsen, lekkere chicks in je oor fluisteren. Ja, het was wel goede tijden, waren goede tijden. Ik geloof het wel. En nu gaan we lekker verder met de game. Als het goed is heb ik net een missie gestart bij die ene man die maar één arm heeft. Die coole gast. Deed ik vroeger ook altijd bij Gim. Dan deed ik zeg maar zo mijn arm. Zo in mijn shirt. En deed ik zo: oh, ik mis een arm, ik mis een arm. En toen zei mijn juf altijd: ja, dat kun je niet doen. Respectloos voor mensen die geen armen hebben. Zei ik: ah joh, deze gast heeft ook geen arm. Toen was de game nog niet uit. Dat was ook een heel verwarrend gesprek. Ik klim en spring hiermee. Oké. Wow, hij heeft meteen zoiets van: oh, oh, fuck die andere shit. Goede klauw. Gooi hoog, klim omhoog. Deze gast is zo sexy. Ik wil net zeggen dat hij sexy is. Slaat hij zichzelf in den balzak. Ik heb een favoriete holbewoner, duidelijk. Ik ben niet echt van favoriete kiezen, maar een favoriete holbewoner op je beeldscherm, sowieso. Oké, wat wil hij? Wat is zijn missie momenteel? Klim met klauwen op arendrots. Mooi voor een nieuw gereedschap. Wat, de arendrots is mooi voor een nieuw gereedschap? De klauw die ik al heb? Duim omhoog. gymles. We kunnen de hele aflevering gaan praten over twee onderwerpen. We kunnen het hebben over mijn favoriete kijker. Daar wilde ik het namelijk eigenlijk deze aflevering over gaan hebben. Waar moeten we eigenlijk heen? We moeten helemaal daarheen. Kan ik dan quick teleporten daarheen? Ja, dat kan. We kunnen het hebben over mijn favoriete kijker. Een onderwerp dat ik al een tijdje wilde aanhalen. Of over gym. Ik weet niet of je wel eens naar gym bent geweest. Het is die ene plek waar je zo'n heel vies strak broekje aantrekt en dan moet bewegen. Ik vond als middelbare scholier altijd heel irritant dat we gym hadden. Ik vond gym niet erg ofzo. Er waren van die mensen die zeggen: ah, iedere gymles, ah, ik ben ongesteld, hoef ik niet te gymmen. Dat soort mensen bestaan. Het zijn voornamelijk vrouwen, moet ik zeggen, die bij gym gewoon zeggen dat ze ongesteld zijn, zodat ze niet mee hoeven te doen. Ik had niks tegen gym, gewoon een beetje lopen en alles is beter dan les. Maar aan de andere kant, ik had zoiets van: ik heb liever gewoon, ja, geen school dan gym. Weet je, ik kan ook in mijn eigen tijd wel een beetje gaan rennen. Maar aan de andere kant, het schijnt heel goed te zijn voor je leren. Als je af en toe een beetje beweegt. Blijkbaar is bewegen een ding, weet ik veel. Enige beweging die ik momenteel krijg is, ja, achter een microfoon heel veel keelgeluiden maken. Ik vraag me af of je daar veel calorieën mee verbrandt, met YouTuber zijn. Er zijn vrij weinig hele dikke YouTubers. Maar het kan ook gewoon zijn dat mensen niet graag kijken naar dikke mensen. Ik heb geen idee. We kunnen het proberen. We kunnen gewoon een dik persoon vlogs laten maken. En dan noemen we het... Planjo Movies. Ik heb echt fucked up rare shit gedaan bij gym. Wat wij vroeger al deden bij gym, dit is echt de bom. Ik weet niet of andere gymmensen dit ook deden. Of wat ik gewoon weer zo'n heel vaag spel deed wat niemand kende. Wij deden altijd iets wat heette het James Bond spel. Het was echt een leuk spel. En wat ging het James Bond spel dan over? Nou, ten eerste, het had te maken met James Bond. Dus toch. Fuck, ik ga dood. Goed, ik leef nog, ik leef nog. We deden het James Bond spel. Bij het James Bond spel was echt een lachend dingetje. Wat centraal stond bij het James Bond spel was de muziek van James Bond. Dum 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 klimrekken en balken. En je had dan aan de ene punt dat je een soort PVC buizen. Gewoon van die plastic cup buisjes. En aan de andere kant had je dan een soort, ja, had je een bakje. Heel veel obstakels en weer een bakje. Dan moest je dus zo'n buis pakken. Over al die obstakels heen rennen naar het andere buisje. Voor mij had het ook wel het smokkelspel. En dan was er dus één team die gooide ballen naar je. Terwijl je over allemaal dingen heen liep. Er zijn letterlijk botten gebroken tijdens dit spel. Je balanceert over een balk terwijl elkaar trefballen naar je bek gegooid worden. Supergoed spel. En
Dus ik denk dus als je een staafje meeneemt, wordt niet geraakt tot je aan de andere kant bent. Dan doe je het staafje in de bak. En er is één team dat gooit ballen, één team dat raapt ballen en één team is dan James Bond. Die moeten dan staafjes doen. James Bond deed nooit aan illegale goudsmokkel, maar hey, maakt niet uit. Daarom is het smokkelspel misschien een logischere naam. Of het wolvenrot op, ik probeer een spel te spelen, en dat was een leuk spel, vooral omdat mensen shit braken. En dat deed dan het James Bond spel voornamelijk, want je had er zat ook een tijd aan vast. Als je geraakt werd, dan moest een staafje terug. En je had de tijd van één James Bond liedje om die staven te schuiven. Dat vond ik dan een leuk spel, voornamelijk door botbreuk. Gewoon de lekkerste vorm van leedvermaak. Keiharde botbreuk. De piek van Oros. Niet te vergelijken met de pik van Oreos. Oh shit, ik word even doodgebeten. Doe niet jongens, kom op. Waarom zo kinderachtig? Oh shit, nu moet ik allemaal van dit soort trucjes gaan doen. Hoe doe ik dit ook alweer? Ah, kijk. Is dit goed genoeg? Ja, dat is goed genoeg. Hartstikke mooi. Wat voor spelletjes denk ik nu meer bij Gym? Ah, dat was eens een heel smerig spelletje. Nou, eigenlijk is ieder spelletje bij Gym wel een beetje smerig. Als ik iets niet fijn vind, is het kinderen van mijn leeftijd aanraken. Voornamelijk op de middelbare school. Op de basisschool dan zo'n spel. Dan deden we een tikkertje. En als je getikt was, moest je op je hurken gaan zitten. Ik weet niet of andere scholen dit deden, maar dit moet echt verboden worden. Dan moet je op je hurken zitten, ja. En wat je dan moet doen, is dan moet iemand anders zo op jou gaan zitten. En dan zo doen alsof je in een wc bent en doortrekken. Super inspirerend spel. Voor mij is het idee dat ik meerdere zeldzame arendsferen moet vinden. Nou is het probleem alleen dat ik geen idee heb waar de zeldzame arendsferen zijn. En ze zullen wel zeldzaam zijn en shit. Ah, kijk. Kan ik het niet gewoon hier 4 pakken? Het is gewoon een heel stuk beter voor ja, het indelen van mijn tijd. Oh, er zijn ook allemaal arenden die me aanvallen. Wat gek. Had ik niet verwacht op de arendspiek dat er allemaal arenden zijn. Maakt niet uit. Maakt niet uit, weet je. Het is een kleine tegenslag. Wonen er toevallig arenden in deze grot? Of, nee, gewoon andere beesten die me dood willen hebben. Ook goed. Nou, we moeten dus helemaal gaan zoeken waar de volgende arend aan het aankutten is. Waarschijnlijk nog hoger. Oh, jezus. Jezus. Ik schrik. Gasten, doe even rustig, weet je wel. Doe gewoon even chill. Oh, daarboven zit er nog eentje. Oké, dan gaan we daar even heen, lekker. Ik zal terugkeren met arendsferen. En hopelijk zijn er hier en daar checkpoints, want die kan ik wel gebruiken. Nou had iedereen zoiets van, nou Rick, dat gymverhaal heb je goed genoeg uitgemolken. We snappen het. Kleine kinderen in korte broekjes. Dat is gewoon disturbing. Voor mij hadden we toen ook nog een of andere uitwisselingsstudent uit Frankrijk. Die niet begrijpt hoe kleding werkt. Dus je had dan zo'n veel te strak broekje. Dat je zo, zeg maar, de hele contouren, zoals het in een heel mooi woord heet. De contouren van haar doos waren dan, zeg maar, zichtbaar. De klassieke camel toe. Dat had die persoon. Ik weet niet of school hier nu nog een probleem van maakt. Ja, sorry. Je had er wat aan moeten doen. Ik ben mishandeld. Ik ben niet mishandeld, maar... Ja, het was gewoon aanwezig. Maar je hoort niet klagen, hoor. Maar het was wel even een ding dat gebeurde toen de tijd. Dat is gewoon... Ja, als ik iets onthoud van gym, is het dat. En meisjes die zeggen dat ze ongesteld zijn om het gezin om te gymmen. Dat is vast heel herkenbaar. Dus ja, misschien. Dat is ook weer zo'n stukje. Waarom kan ik dat als man niet? Gewoon ja, ik heb een super dikke erectie. Kan ik gewoon niet gymmen vandaag? Ja, goed plan. Ik ben een beetje bang dat wat ik nu doe, zeg maar, telt als het missiegebied verlaten. En hey, gast, hier liggen helemaal geen van die vleugeldingen. Alhoewel, er is daar wel wat, dus we kunnen het even proberen. Ik loop in ieder geval uit het gele gebied op de kaart. Dat is wel altijd zo'n hint van, je verneukt het, Rick. Hier kom ik niet op, of wel dan? Oké, dan. Beste arenden, ik vind het heel leuk om met jullie te chillen. En ik zit nu vast, of niet? Nee, nog niet helemaal, maar wel heel erg. We komen wel heel erg in de buurt. Waar hebben die kutvogels hun kutnest? Ik denk dat we toch die kant op moeten. Ik zat even te denken van, oh nee, dit is niet goed. Maar, na eventjes heel goed extra nadenken, kwam ik tot de conclusie dat ik waarschijnlijk hier langs moet slingeren. Terwijl ik aangevallen word door meerdere roofvogels. Yes. Ta-da! Hoe moet ik dit doen? Want hij wil, zeg maar, niet dat andere punt pakken nu. Moet ik eerst loslaten? Ik heb niet zo zin om eerst los te laten. Want ik ben bang dat ik dan, ja, zeg maar, doodval. We kunnen het proberen, hoor. Tarzan! King of the Jungle! Woe! Koprol! Kut! Dat is minder. Man! Echt, zeg maar, Tarzan, hè? Die gast. Jullie kennen vast allemaal Tarzan. Die ene gast. King of the Jungle. Het leven van Tarzan gaat er niet over rozen, hoor. Tarzan slingert als van liaan naar liaan naar liaan. Kijk hem gaan. En dat klinkt allemaal super makkelijk, gewoon een liaantje pakken. Maar die lianen zijn niet zo heel stevig, hoor. Ik heb nooit tussen lianen lopen aankutten. Maar ik kan me voorstellen dat ze niet heel stevig zijn. En stel je bent Tarzan, dan ga je wel dood, zeg maar. Als één liaan, zeg maar, loslaat, ben je wel dood. Ik benoem het gewoon eventjes gauw.
Verder is het interessant dat Tarzan de koning van de jungle is in Afrika. En hij is blank. Ik doe met deze statement wat je wil. Ik vind het in ieder geval semi-racistisch. Ik zou Tarzan geen racist durven noemen. Maar het komt wel in de buurt. Dus ja, dat eventjes. Dat is mijn klacht over Tarzan. Als je nog meer klachten hebt over Tarzan, laat even een comment beneden met hashtag fuck Tarzan. Oké dan. 1 vloeiende beweging, maar dan 2 vloeiende bewegingen. Yes, yes, ik leef nog. Nou, dat stond nu wel met grijpklauw naar volgende punt. Dat is fijn. Dat je niet eerst, zeg maar, los hoeft te laten. Yes, we zijn er in ieder geval. Heeft hij toevallig nog zo'n mooie vogel, zo'n lekker nestje? Ja, oké. Het is tot nu toe nog een soort van één grote wandelroute. Met heel veel dood en verderf tussendoor. En nu dan? Moet ik weer terug? Of is er nog een soort toeristische route hier langs? Een beetje omhoog klimmen? Aha! Dat dacht ik al. Leuk. Altijd al een heel mooi pak zeldzame arendsveren gewild te hebben, te zijn, te zamen. Dan zit ik even te denken. In Far Cry 4 had je natuurlijk zo'n wingsuit. Zo, wow! Ik heb zo'n gevoel alsof iemand, alsof ergens in de game een wingsuit wordt gemaakt van veren. Gewoon vogelveren. Zou wel vet zijn. Hier is het laatste vogelnestje zo te zien. Waarschijnlijk word ik aangevallen door een of andere mega-arend. Zo is deze game natuurlijk wel weer. Oh, wat voorspelbaar! Wat voorspelbaar! Nou, dankjewel in ieder geval. Voor de gezellige, voorspelbare. Duik het water in. Gewoon vanaf hier, is dat het plan? Ja, is goed. Oh, even genezen ondertussen. Oh, dat zijn stenen, dat zijn stenen. Au. Kan gebeuren, kan gebeuren. In de termen van Game of Thrones is het een King's Landing. Snap je? Ja, als je Game of Thrones kijkt. Er is een plek in Game of Thrones genaamd King's Landing. Ik land. Landing. King's Landing. Hey, een persoon. Hallo. Hoe gaat die met jou? Ben je ook een beetje verkeerd gesprongen? Kan gebeuren. Zitten er nog illegale vissen in dit water? Vast wel. Hey, vroeger was wel alles beter. Vroeger had je tenminste nog geen gezeik met... Oh, je mag hier niet vissen. Dat is illegaal. Vroeger kon je gewoon vissen waar je wilde. Want toen was er nog geen politie. En toen kon je nog mensen doodsteken en er gewoon mee wegkomen, denk ik. Vroeger had je nog geen crime scene investigation. Je kon gewoon 10 man doodsteken. En ze hadden gewoon, huh? Wie heeft die 10 mannen doodgestoken? Ha, zal wel. Dat waren nog eens tijden. Tenminste, het waren tijden als je 10 mannen dood wilde steken. Voor de meeste mensen was het gewoon, ja, kut, 10 mensen doodgestoken. Straks ben ik de volgende. Geen idee wie het gedaan heeft. Ha, balen. Oké dan. Wat zullen we doen? We hebben nog een paar minuten over. We kunnen een lekker dorpje overnemen. Is het al overgenomen? Een grotmissie. Klinkt erg spannend. We kunnen bijvoorbeeld hierheen. Dat is nog niet overgenomen. En dan gaan we vanaf daar zwemmen. Dat is niet handig. Ricky. Kun je treffen naar die kampvuurtjes? Nee, dat kan je niet. Dat kan je niet, omdat je een sukkel bent. We hebben dit nog niet gedaan, bijvoorbeeld. We kunnen gewoon even naar zo'n willekeurig kampvuur toe lopen. Altijd lachen. Hey, wat een mooi vuur heb je daar. Het zou jammer zijn als iemand het aan zou steken. Nou, daar bouw je het wel voor, neem ik aan, maar toch. Dus ja, hopelijk zijn er nog een paar mensen in de reacties die wel een neuk geven om deze serie. En doen van, oh Rick, doe de volgende aflevering meer Far Cry Primal en vertel alles over Grim. Dus ja. Grim is wel een ding, hè. De Shuttle Run Test. Is dat nog steeds een ding? Comment eventjes of op jouw school de Shuttle Run Test nog een ding is. Dan weet ik ook dat je 13 minuten 30 gekeken hebt. Dat doet me goed in mijn hart. En dat je je benen niet meer voelt. Fuck de Shuttle Run Test. Ik vond het altijd juist best wel leuk, want ik was een beetje een underdog. Iedereen in mijn klas dacht, Rick is een sukkel. Hij houdt van piemels. Iedereen in mijn klas zat een beetje als een underdog. Ja, met Grim, met trefbal werd ik als laatste gekozen. En met de Shuttle Run Test was dan het moment om echt mijn hele hart eruit te rennen. Tot mijn benen helemaal verzuurd waren. Dat ik gewoon een van de hoogste cijfers had. Gewoon puur, dit is het moment om mezelf te bewijzen. Alleen ja, als je jezelf niet kan bewijzen. Omdat je altijd bij 3 piepjes al afvalt. Ja, dan werkt het minder goed. Moet ik er even bij zeggen. Anders hebben ze zo'n kampvuur overnemen. Die dingen zijn zo makkelijk. Er zijn meestal 2 mensen aan het chillen. Biertje aan het drinken. Die maak je dood klaar. Of er is gewoon niemand. Ja, ook goed. Ik hoef alleen maar dit te doen. Wauw. Dat is een grote happening in mijn leven. Ik dacht, maandag heb je zo'n leuke, entertainende video. Oeh, waar mijn handjes? Nou, dat was fantastisch. Ik kan wel mijn pijlen aansteken. Wie wil er een beest in de fik zien vliegen? Iedereen. Duh. Voor de rest moet ik even wat meer grondstoffen verzamelen, denk ik. Waarom? Vind ik leuk. Oh, hier zijn wel beesten. Boah! Oeh, het is een lopende vuurbal. Dat is hoe bosbranden ontstaan, dames en heren. Vergeet dat niet.
Ja, dan we toch gewoon weer naar het begin van de game moeten. Of we moeten helemaal hierheen en meer stadjes en dorpjes en al die shit bevrijden. Of we moeten gewoon weer naar ons beginstadje en weer missies aannemen. Ik vind het een beetje een alleen manier van opereren. Je hebt gewoon één plek. Hier missies. In plaats van daar een missie, daar een missie, daar een missie. Het is gewoon één grote pornhub hier. Het is een hub. Met ook naakte mensen. Die allemaal missies voor je hebben. Thanks, man. Hey, paddenstoelen. Gezellig. Champignon. Ja, dank jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering doe ik precies hetzelfde, maar dan anders. Als je daar toevallig zin in hebt. Als je zoiets hebt van, no, stop maar. Is goed, maar dan moet je wel de shuttlerun test doen. Dank jullie voor het kijken van deze aflevering. Kijk, een rennend kindje. Oh, hij is zo naakt. Abonneer, kleine man. Abonneer. Ik zie je tepels. Wow, gast. Even rustig. Nou ja, even kijken naar deze aflevering. Abonneer of dit kind zal een steen naar je gezicht gooien. En het zal geen prank zijn. Nou ja, even kijken. Tot op een aflevering van Far Cry Primal. Doei.